Volgende. Hoi, Erik Bouwman. Hallo Loes. Hi. Dus, meneer Bouwman. Ja. Als ik in de papieren kijk, u bent achtergrondzanger. Ja, klopt. Nou, dat is niet veel werk in te vinden, hè? Nee, daarom ben ik hier. Nou, wij willen u natuurlijk zo snel mogelijk aan het werk hebben. Laat ik even kijken wat we voor u hebben. Ah, superhelden. Daar is altijd veel vraag naar. Nee, dat is niks voor mij. Nee? Nee? Oké. Okay. Niet wat anders. Dan gaan we verder kijken. Rattenvanger, is dat wat? Begint maandag. Doe maar superhelden. Nou, maandag begint de cursus. 5 weken. Ik kan nu doorgeven. Dag meneer Bouwman. Dag. Waardes als moedigheid, saamhorigheid. Superhelden? Ja. Oké. Punctualiteit en heldhaftigheid in het gezicht van gevaar. En dat is ook een van de belangrijkste lessen die we leren van de mythe van Odysseus. Dat je nooit je naam moet geven aan een eenoogige reus. Daarom hebben we besloten om op te richten het Verenigde Naties Superhelden-initiatief. Oh mijn god, dit is echt het beste ooit. Tijdens de les wat hij allemaal vertelt over je ware gezicht laten zien. Het valt allemaal op zijn plek. Het klopt allemaal in mijn hart. Wat vond jij het mooiste? Vooral toen ik begon over Odysseus en de reus, het allemaal sluit het op me aan. Al vroeger sinds mijn moeder een keer is gered door een held, wil ik gewoon... Dat weet ik nog wel. Nou, Doris heet ze toch? Ja, door de groeten van mij. Al valt op zijn plek. De docent. Mijn moeder. Eindelijk kan ik mezelf bewijzen voor deze wereld. Dit is voor mij. Het is geweldig. Nou, het is mooi dat we allemaal goed hebben opgelet bij punctualiteit. Hè? Oké, en als eerste mag naar voren komen Vincent Veerman. Bent vanaf nu VR-man. Volgende is Erik Bouwman. Jij bent vanaf nu Blauwman. Volgende is Katrien Kamerman. Je bent vanaf nu Hamerman. Ik ben een vrouw. De volgende is David Draaisma. Dit is zo gaaf. Ik zie alles in 3D. Blauwman. Blauw, man. Blauw. Kom op, mensen. Ja, dat ziet er al beter uit. Netjes hoor. Goed gedaan allemaal. Jullie zijn klaar voor jullie eerste test. We gaan kijken hoe het zit met jullie klantcontact. Yes. Help, mijn fiets is kapot. Hameron, fix het met een hamer. Dankjewel, Hamerman. Graag gedaan. Help, ik ben aangevallen. Oh nee, heeft hij nog aan je kinderportemonneetje gezeten? Viesbeuk? Help, ik ben mijn hondje kwijt. Is dit hem? Meneer Veerman. Meneer Bouwman. Jullie ondermaatse prestaties verdienen meer aandacht. Ah, enthousiasme is niet als je niet presteert. Vroeger betekende het nog iets om een superheld te zijn.
Het zijn watjes zoals jullie die de ondergang van dit mooie vak hebben veroorzaakt. Sommige mensen hebben het niet in zich om een superheld te zijn. Ik hoef jullie niet meer te zien. Ik ga naar huis. Zoals ik. Dan moet je aan ze geven. VR-man, stop daar onmiddellijk mee. Ik ben niet meer VR-man. Ik ben Dr. Ocular. Je bent een echte held. Er is toch nog hoop, Blauwman.